Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Het is weekend en dus tijd voor goede zaken. Dames en heren, vanuit Villa Ruimzicht in Doetinchem presenteren wij weer een nieuwe aflevering van Goede Zaken. Het wekelijkse Gelderse businessprogramma waarin het wel en wee in ondernemend Gelderland wordt besproken. Hier is uw presentator Bert de Recht. Dank u wel. Welkom bij Goede Zaken. We zijn vandaag weer te gast bij Villa Ruimzicht in Doetinchem. Het fameuze horecabedrijf en dat prachtige park aan die mooie laan in Doetinchem. En vandaag is mijn sidekick wederom, net als vorige week, Johan Houwers van de VVD, Tweede Kamerlid, via de Winterswijkse gemeentepolitiek en de Provinciale Staten daar terechtgekomen. Johan, je gaat me weer bijstaan. We gaan het hebben over de crisis in de vastgoedmarkt. Kijken of die maatregel geholpen heeft, die 4% overdrachtsbelasting. We gaan het hebben over de groeiende uitzendmarkt. En we hebben hele mooie gasten. En die ga ik nu aan je voorstellen. Helemaal goed. Ja? Nogmaals welkom bij Goede Zaken. We praten vandaag over de vastgoedmarkt. En dat doen we met notoire ondernemers en deskundigen uit die sector. Dat doen we met Jan Wassing van Thoma. U weet wel van die rood-zwarte borden. Ze staan overal in Oost-Nederland. We doen het met Hans Siep, die al heel vaak aan tafel heeft gezeten van Bouwend Oost-Nederland. En met Jos Niesing van, nou, daar gaat die Kams van Doppenberg, Van Wegel Doppenberg. Kams. Ik zeg het. Helemaal goed, de fameuze notarissen. En natuurlijk met mijn tafelleer, net als vorige week, Johan Houwers van de VVD uit het Den Haag. Ja. En eigenlijk ook Winterswijk. Toch, Jos? Johan? En nog een beetje makelaar. En ben je dat nog, makelaar? Nou, ik ben officieel wel makelaar, maar niet meer actief. Daar moet ik het ook nog eens even over hebben. Hoe je als planoloog en vredesnaam makelaar kan worden. Verstandig. Je hebt het liefst de minste concurrentie, begrijp ik. Heren, zit er weer de groei in de vastgoedmarkt? Nou, het vastgoedmarkt is op dit moment uit het lood, zoals iedereen weet. En misschien kan daar nu de discussie over gaan dat we kunnen kijken hoe of de dynamiek weer in de vastgoedmarkt kan komen. Daar gaan we het over hebben. Ja. Is nog wel uit het lood? Ja, zeker. Denk zeker. Jij dat ook, Hans? Ik denk dat hij niet meer terugkomt zoals we hem ooit gehad hebben. Dan kun je wel Ja, sluit ik me graag bij jou. Ja. Jij zei, vorig jaar september maakten we opnames in Zutphen. En toen zei je tegen mij, ja, maar Bert, die prijzen die zijn misschien wel 20% te hoog. En dat moet eerst naar beneden en pas dan komt het weer op gang. Het zal echt moeten gebeuren. Dus als we dat vandaag kunnen bereiken, wat je ziet is dus minder transacties, lagere prijzen en heel groot aanbod. Maar dat betekent dat als het 20% bijvoorbeeld omlaag moet, dat 4% overdrachtsbelasting nog geen 20% is. Dus dan duurt het nog even. Ook dat is de vraag of dat helpt, die verlaging van de overdrachtsbelasting. Maar... Heren, we gaan het er zo over hebben. Eigenlijk is dat het zakennieuws van deze week. Maar er is ook nog ander zakennieuws van deze week en daar gaan we nu even naartoe. Woonwinkel Eierkamp in Zutphen is een van de genomineerden voor de allereerste Werken in Wonen Award. De award wordt uitgegeven door de organisatie Woonwerk, een instantie die zich op de bedrijvigheid in de woonsector richt. 12 bedrijven komen in aanmerking voor de eerste onderscheiding. De prijs gaat naar een bedrijf dat werknemers ontwikkelingskansen biedt, met stagiairs werkt en bovendien als erkend leerbedrijf staat ingeschreven bij Kenniscentrum Handel. Het bedrijf Meerdinkbruggen uit Winterswijk heeft woensdag een nieuwe brug over de Oude IJssel geplaatst bij Engbergen. De aanleg van de brug maakt onderdeel uit van het plan Engbergen in nieuw perspectief. Zojuist hebben we een 32 meter brug over geplaatst. Deze is geheel gemaakt van AZB, een tropisch hardhoutsoort. Hij is opgebouwd zeg maar, uit een houten vakwerk. Er zit een kunststof dek op met een slijtlaag aan de ene kant en aan de andere kant een rubber mat. Dat is voor het ruiterpad. Zoals u ziet zit het hier een manege in de buurt. En dat dan ook gebruik gemaakt worden door voetgangers, fietsers en ruiters. Wat we hier gedaan hebben is een nieuwe verbinding gelegd over de Oude IJssel. De Engbergse weg die was eigenlijk voor meerdere doeleinden geschikt. En juist voor het recreatieve deel hebben we gemeente om een aparte brug moeten aanleggen. En dat is wat we vandaag hier gedaan hebben. Van A tot Z is die bijzonder. Wat is belangrijk? De onderbouw is belangrijk. De betonpalen, betonkesp, de ankers die erop zitten, het geheel, de brug. Eigenlijk een totaalplaatje. Ja, eigenlijk te veel om op te noemen.
Samen met de provincie Gelderland, recreatieschap Achterhoek Liemers, ondernemers en waterschap Rijn en IJssel verbetert de gemeente Oude IJsselstreek de toeristische infrastructuur in het gebied Engbergen. De brug en de aanleg van fiets-, voet- en ruiterpaden zijn hier onderdeel van. Het meest bijzondere is de lengte, 32 meter. Een breedte van 4,5 totaal tussen de liggers. Dat is wel het bijzondere. Kijk, of er nou een paard of een fietser of een voetganger overheen gaat, maakt voor ons niet zo heel erg veel uit. Dit zijn de krenten uit de pap. Je werkt 7 weken in de werkplaats, werk je aan dit resultaat hier. En dan moet uiteindelijk de finishing touch gebeuren met een 400 tons kraan. En ja, het is toch altijd een beetje spannend. We hebben regelmatig bijzondere projecten. Wij plaatsen eigenlijk nooit geenzelfde brug. Elk project is op zichzelf staand. Van 6 meter tot deze 32 meter van hout. We hebben 40 meter van staal in Heerlen geplaatst. Eigenlijk van hout, staal, composiet. Het maakt niet uit. Eigenlijk van alles. De gemeente Doetinchem heeft het bedrijf 4 Farmers gemaand maatregelen te nemen op het terrein aan de Wijnbergseweg in Doetinchem. Mocht eigenaar 4 Farmers de komende 6 weken geen maatregelen nemen, dan wil de gemeente een dwangsom opleggen. Volgens burgemeester Herman Kuijzer van Doetinchem is het voormalige ABC-complex een gevaar voor de in de omgeving wonende Doetinchemers. Het verloederde complex zorgt al 10 jaar voor een trieste aanblik. Het gebouw verkeert in een slechte toestand en er is veel asbest in verwerkt. Mocht er ooit brand uitbreken, dan moeten er veel buurtbewoners in een groot gebied worden geëvacueerd. Zijn droom dreef hem via de Gelderse Staten naar Den Haag. Deel uitmakend van de coalitie, soms een helse plaag. De VVD heet zijn club. Ze zijn de koning te rijk. Dames en heren, Tweede Kamerlid Johan Houwers uit Winterswijk. Ja, ik zou niet weten hoe je op Houwers zou moeten rijmen, maar goed. Nee, maar Rijk en Winterswijk, dat gaat. Johan, je combineert dat, hè, Den Haag, met het gemeenteraadslidmaatschap, fractievoorzitter. Ja. Daardoor hou je voeling met de regio. Dat betekent dat je ons dus kunt duidelijk maken hoe we ons nog beter kunnen profileren als Achterhoek, maar ook de regio Gelderland, Veluwe, in Den Haag. Ja, dat kan. En dat is hard nodig, want die A18 ligt er nog niet, enzovoort. Nee, maar die A18 die wordt verbeterd en de A15 wordt doorgetrokken. Daar gaat Gelderland belangrijk aan bijdragen, maar het gaat nu ook echt gebeuren. 2015 de schop in de grond, 2018 ligt die er. Dat is een mooi getal, denk ik, voor de A18 aansluiting van van de A15. En Gelderland moet wat zelfbewuster worden. Ik denk dat we daar nog wel wat in kunnen verbeteren, want we zijn af en toe te bescheiden. We hebben een hele mooie omgeving. Er is veel werkgelegenheid. Er zijn veel ontwikkelingsmogelijkheden. Maar ja, Gelderland bestaat uit een aantal verschillende soorten regio's, zou je kunnen zeggen. Veluwe is echt wat anders dan Achterhoek. Het Rivierenland is wat anders dan Arnhem-Nijmegen. Dus Gelderland is een heterogeen begrip. Dat klopt, maar dat is op zich niet erg. Maar al die streken hebben hun eigen kwaliteiten. En die kwaliteiten moeten we gewoon beter voor het voetlicht brengen. En dat betekent dat we ook vaak Tweede Kamerleden naar Gelderland en naar de regio's in Gelderland moeten halen. En als ze zo meteen de kans weer hebben, ook meer Gelderse statenleden of andere politici naar de Tweede Kamer. Nou merk ik wel dat de Kamerleden, gedeputeerden graag aan tafel zitten. Dat is in de loop van de laatste jaren ook gebeurd. Bekende jongens en dames hebben hier aan tafel gezeten. En toch denk ik van, een paar jaar geleden zijn we nog met een hele bus ondernemers naar Den Haag getogen. Henk Aalderink uit Voorde doet er een hoop aan, Brussel. En toch denk ik van jongens, terwijl ik toch probeer om onze aangeboren regionale bescheidenheid wat meer, ja, pastuur, hè? Ja, van kom op. Nee, maar dat is ook goed. Ik denk dat je daaraan moet blijven werken. Er zijn ook wel resultaten geboekt. Ik noem het die A15, maar zo zijn er wel meer dingen die we toch uiteindelijk voor elkaar krijgen. Er zijn ook op het gebied van ruimtelijke ordening bijvoorbeeld echt wel dingen die gebeuren. En als ik dan heel dicht bij het onderwerp van vandaag blijf, bijvoorbeeld het verlagen van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%, dat is toch een stimulans voor de onroerend goedmarkt. En dat is mede door allerlei contacten die er vanuit het werkveld zijn met de politiek. En nou ja, daar luisteren we goed naar. Ja, dat is mede gestimuleerd, hè, toen Mark Rutte bezoek bracht aan Gelderland. Ja, onder andere. Ja. En ik denk dat soort signalen, die worden toch opgepikt. En het duurt soms in het politieke gebeuren even voordat dat omgezet wordt in daden. Omdat je gewoon allerlei dingen moet afwegen.
Maar uiteindelijk gebeurt het dan wel. En nou ja, daar ben ik blij mee dat ik daar een klein beetje aan kan helpen. Agenda Achterhoek 2020, ja. Is dat niet iets waarmee we ons ook sterker kunnen profileren? Ja, dat klopt zeker. Toch? Ja, als we het ook laten zien wel, als we het tentoonstellen. Precies. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Anders, we kunnen het hier bedenken. We hebben heel veel dingen bedacht. Ja. En ook tot de uitvoering gebracht. En ook tot de uitvoering gebracht. Maar ik blijf zeggen, de reclame en tetteren en vertellen. En dat wordt mij wel eens verweten. Maar je moet het wel blijven vertellen. Het zit niet zozeer in de Achterhoekse aard. Nee, maar het moet wel gebeuren. Het moet wel gebeuren. Daar ben ik helemaal mee eens. Oké. Okay. Waarom word je als universitair planoloog in vredesnaam makelaar? Omdat je iets met vastgoed hebt en vooral omdat je iets met mensen hebt. Want uiteindelijk gaat het in het vastgoed, net als in de politiek, vooral om mensen. Heb je dat afgesproken, Jan? Nee, dat is niet afgesproken. Het blijft echt mensenwerk en ik ga graag met mensen om. Ik kan je vertellen dat ik mijn carrière ooit ben begonnen als barman. Ik ben ooit in de horeca begonnen. En ik vond dat heel leuk, ook daar het omgaan met mensen. En dat is doe je dat nog steeds? Heb je die twee? Want je had vestigingen in Varsseveld, dacht ik. En ja, ik heb twee makelaarsvestigingen. Mooie naam. Houvast. Die hebben we nog steeds. Alleen daar ben ik zelf maar een paar uur in de week een soort managementachtig bezig. En voor bezichtigingen en andere dingen hebben we hele goede medewerkers. En denk je vanuit je makelaarsrol, maar ook als politicus, dat die 4% gaat helpen om die vastgoedmarkt... Ja, ik ben daar vast van overtuigd, omdat ik ook een beetje denk in kettingen. Er zijn mensen die een huis willen kopen, maar dan moeten ze eerst hun eigen huis verkopen. Dat betekent dat er ergens een start moet zijn. Ja. Dat betekent dat er een starter moet zijn die vertrouwen heeft in de onroerendgoedmarkt. En die vertrouwen heeft in de prijsontwikkeling. En die denkt, ik kan dat de komende jaren betalen. En ik denk dat dat nu gaat gebeuren. En ik denk dus wat dat betreft dat er weer betere tijden komen. Ik ben overigens wel blij dat er een fatsoenlijk royaal aanbod is. Want straks in de intro werd even gezegd van, dat aanbod is te groot. Maar het is misschien ook wel eens te klein geweest. En in die zin is het helemaal niet verkeerd dat nu kopers een beetje kunnen kiezen. En daarmee ook het product wat ze willen hebben, de woning die ze willen hebben, kunnen kopen. Nou ja, veel aanbod en weinig vraag relatief gezien betekent prijsdaling economisch. Ja. Dat is wat Jan in het verleden al zei. Ja. Maar ik ben het ermee eens, op korte termijn zal het een stimulans zijn. Ik vraag me af of het op langere termijn een stimulans is. Die verlaging van de overdrachtsbelasting en wat er volgend jaar 1 juli gebeurt. Ja, want het is een jaartje. Het heeft natuurlijk... Het duurt maar een jaar. Ja, het duurt maar een jaar. En een betere maatregel zou zijn wellicht de omzetbelasting verlagen op de nieuwbouw. Maar goed, dat is denk ik, zal niet gebeuren in het kader van de belastingplannen die de overheid heeft voor het volgend jaar. Okay. Dan gaat waarschijnlijk de omzetbelasting omhoog. Maar ik ben al blij belasting naar beneden. Maar ik ben al blij met deze maatregel, dat is één. Wel, en de tweede is, als je deze maatregel op lange termijn ooit zou hebben, dan zou het ook betekenen dat mensen makkelijker verhuizen wanneer ze een andere baan hebben. Ze hebben minder kosten in die verhuisbeweging. En ik denk dat gunstiger is voor de woning. De overdrachtsbelasting. Kijk, maar ik denk voor iedereen wel. Fiscalist zal met een beetje technisch onderbouwing kunnen beweren dat het eigenlijk diefstalbelasting is. Want nou, heel veel mensen ervaren het als een verhuisboete. Hè? Ja, verhuisboete. Maar op nieuwbouw zit altijd nog 19%. Ja. We gaan er zo verder over praten. We moeten eerst even heel nodig boodschappen doen. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Door de overdrachtsbelasting is hij nu opeens erg druk. Iedereen koopt een huis, stuk voor stuk. Ondanks de hectiek houdt deze makelaar zich flink. Dames en heren, hier is Thoma-directeur Jan Warsink. Jan, je zit al, ik weet niet vanaf wanneer al in die makelaardij. Vroeger was het één club, in de 90e jaren geloof ik, is het gesplitst. En vanaf het begin zit je bij Thoma Makelaars. Maar als je nou alles geweten had en dit had geweten, zou je dan weer makelaar worden? Zeker, zeker. Echt waar? Absoluut. Absoluut. Al die ellende. Ook dit is een op zich een mooie tijd om te laten zien wat je kunt en wat je waard bent. En hoeveel ervaring je hebt in dit vak. En het valt nu ontzettend tegen om... een paar centen te verdienen, maar het is een kwestie van overleven en hard werken, goed je dingen doen. En we hebben natuurlijk al de nodige ervaring opgedaan in de afgelopen tijd. 79, 83 hebben we ook meegemaakt, daar hadden we het net al over. Hoe krijg je het weer aan de gang? En toen zijn er ook met kleine maatregelen, hebben we die markt weer aan het draaien gekregen. Want het gaat vooral om doorstroming. Wij moeten weer zien dat we die doorstroming op gang krijgen. Joel noemde het net al. Dat is ongelooflijk belangrijk voor die onroerend goedmarkt.
Dus dan moet weer iemand beginnen en dan begint het vliegwiel weer te draaien. Maar het is wel sentiment. Nu, ik bedoel, ik denk dat Griekse toestanden, overdrachtsbelasting of niet, maar wat er nu speelt rondom Griekenland, geef je als burger geen lekker gevoel. Kijk, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Je kunt beter die 6% dus teruggebracht hebben nu naar 2%. Je kunt beter hebben omdat het een heel groot gedeelte sentiment is. Ja. Dat willen we af en toe niet aannemen. We gaan zoeken naar hele rationele dingen. Maar het is voor een heel groot gedeelte wordt de vraag bepaald vanuit sentiment. En niet alleen sentiment in de maatregelen die we in Nederland treffen, maar ook wat er allemaal in het buitenland gebeurt. Dus we zien dat de beurzen weer helemaal kelderen door Griekenland. Ja. Dan is het effect bij wijze van spreken van 4% minder overdrachtsbelasting is in één keer eventjes voor een poosje weer even weg. Terwijl de waarde van het bedrijf niet gedaald is. De koers wel, maar de waarde. Ja, beste mensen, we zitten toch in ideale omstandigheid. We hebben enorm veel aanbod. De hele Achterhoek staat te koop. De prijzen zijn redelijk. Ja. Kunnen nog redelijker. Daar valt over te onderhandelen. De rente is redelijk en de kosten zijn redelijk. Dus dit is toch het moment. Maar hoe doe je dat dan als Thoma? Hè? Want dit is toch het moment. Hoe onderscheid je je dan van Houvast, van andere collega's? We praten op dit moment over een oude markt. En die was 2 jaar geleden. En een nieuwe markt. Ja. En we zitten nu in de nieuwe markt. En je moet handelen naar de nieuwe markt. En dat moet je aan je relaties duidelijk maken. Dat er een totaal andere markt. Dat betekent een andere mindsetting. Interessant uitdaging. Maar waar natuurlijk ook een rol speelt. 2 jaar geleden. De kopers die moeten vertrouwen krijgen in de economie. En dat is nog niet helemaal terug, denk ik. Nee, maar dat speelt natuurlijk, dat is emotie. Hè? Dus dat moet eerst hersteld worden. En dan denk ik dat dan die markt wel weer wat aantrekt. Maar dat zal nog een heel aantal jaren gaan duren. Maar Jos, als je de economie gaat wel weer wat beter. Dat trekt weer aan. Dus daar mag je dan toch ook wel weer. Maar Jos, als je kijkt naar een berichtgeving dat de koopkracht afgelopen tijd dus terug is gelopen, voor het eerst sinds. Maar we zitten nog steeds boven het niveau van 2005. Hè? Ja, maar dat vertellen dus, we niet meer. Ja. Het is wel zo. Kijk, als je naar andere factoren kijkt. Jan zei, die had straks een vergelijking met begin jaren 80. Ja, toen hadden we geen financiële crisis, maar een andere crisis. Er was toen geld genoeg. Alleen nu is het probleem dat ook de banken zijn natuurlijk heel kritisch. Hè? Ja. En de rente is historisch gezien ook laag. Nu. Wat dat betreft is er best koopkracht bij. Maar neem nou eens, wat is er nou gebeurd vanaf 2001? Hè, toen zijn we van guldens naar euro's gegaan. In 2004 zaten we weer op de guldenprijzen in euro's. Ja. Hè? 2004 tot 2008 hebben de banken alles gefinancierd. Wat ze financieren konden, alles is volgelopen. Dus we hebben een partij lucht van 2001 tot 2008... erin geblazen. En ik zeg, nu moet het ventieltje weer open. Dat loop je al een tijd te beweren. Maar nu hoorde ik de NVM en ook die andere club, VBO geloof ik, zeggen, nee, maar het derde kwartaal, jongens, nu gaat het gebeuren. Nu komt het weer op gang. Terwijl ik denk dat er heel veel psychologie in zit. Heel veel sentiment, heel veel gevoel. Maar heeft niks met economie of wetenschap te maken, toch? Psychologie aan twee kanten. Er zit psychologie bij de koper, want die koper moet dus vertrouwen hebben dat hij nu een goed product koopt en dat hij dat op den duur ook nog weer, als hij het ooit kwijt wil, voor een redelijk prijs kwijt kan. Dat is één. Precies. Het tweede wat ook erg belangrijk is, en daar doelt Jan op, en dat is ten opzichte van 2 jaar geleden duidelijk verbeterd. Die verkoper moet ook het gevoel hebben dat hij nu voor deze prijs moet gaan verkopen. Want als die verkoper nog altijd op het prijsniveau van 2 of 3 jaar geleden denkt, omdat ooit in zijn straat ook een huis verkocht is wat een prima opbrengst heeft gehad, dan kom je gewoon niet tot zaken. Ja. En daarnaast, je noemde straks even Griekenland, dat kun je als bedreiging zien. Je kan het ook als een stukje kans zien. Want als je nu geld hebt en je kan nu voor een heel acceptabele prijs met lage bijkomende kosten dat geld vastzetten en onroerend goed, dan is maar de vraag waar je beter mee af bent. Dat geld in aandelen stoppen, dat geld op de bank zetten of het wellicht in waardevast onroerend goed neerzetten. Ja, dat wist ik het wel. Nou. Ja, maar wat Hans straks zegt, de koopkracht. Kijk, het is het geld. Aandelen. Ja, aandelen. Maar we hebben natuurlijk in de Achterhoek heel veel bouwnijverheid. Hè? En heel veel mensen die wachten met kopen omdat ze ook niet zeker zijn van hun baan. En de geld in de Achterhoek is dat zeer sterk. Daar kom ik zo nog over te spreken. Ja, dat over is het flexwerk. Want dat is een heel sterke regio. Als zij niet zeker zijn van hun baan, gelijk dan kopen ze geen huis. Dan gaan ze zeker. Dat hangt er heel nauw mee samen. Er zijn landelijk heel grote verschillen. Hè? Maar die banen, dat is ook wel aardig. Ik ben voor 2 weken geleden in Zuid-Duitsland geweest om eens te kijken waarom daar de afschwung
na de economische teruggang zo snel weer tot stand gekomen is. Ze hebben Merkel. Ze hebben niet Merkel, maar ze hebben bijna dezelfde dingen die wij hebben. Ze hebben ook heel veel mensen aan het werk gehouden. Ze hebben gewoon gezorgd voor deeltijd WW. Ze hebben ook een aantal van die dingen gedaan. Waardoor inderdaad het vliegwiel, als het er immer weer wil, ook heel snel op gang kan komen. Maar, en ik vertrouw daarop. Maar wel maatregelen genomen die veel eerder zijn genomen dan in Nederland. Wellicht wel eerder. Jongens, luister nou eens even naar papa. Het gaat goed, gewoon. Heren, alles komt recht. Okay. Maar laten we eerst nou eens even luisteren naar het rijmpje over een notaris. Want daar kun je volgens mij onmogelijk een rijmpje op maken. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Al bijna 30 jaar notaris. Het verdient een compliment. Met immers veel bezieling, zoals een ieder hem ook kent. Hij weet alles van fiscaal recht, woningen en van een kavel. Dames en heren, we zijn blij met Jos Niesink aan onze tafel. Jos, we hadden het er net over, maar ook als notaris moet je daar toch de gevolgen van ondervinden. Van minder transacties, minder gebeuren. Dus ook jullie, net als Jan, net als Ten Brinke, Bouwend Nederland, hebben belang bij die hele club. Zowel Van Wegel als Doppenberg als Kamps hebben belang bij, bij het op gang komen van het verhaal. Klopt, wat ik straks zei. Gaat het gebeuren, waar we het net over hadden, waar Jon het over had. Ja. De Auschwitz. Ik vond een goed bericht dat als die A18 ook doorgetrokken kan worden, dat is natuurlijk heel goed voor de Achterhoek. Het zeker merken we dat in onroerend goed transacties heel sterk. Maar daarnaast hebben we nog andere disciplines, dat is ondernemingsrecht en familierecht. Zoals heel veel mensen die hebben gewoon oude testamenten die fiscaal niet goed zijn. Dus daar die kunnen we allemaal updaten. Ondernemingsrecht, dat gaat ook voor een goed deel door. Maar de onroerend goed transacties, die zijn aanzienlijk minder. Ja. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat door de ellende van het onroerend goed er meer scheidingen zijn. Zodat jullie, als je tuin niet haalt, daar de omzet maakt. Die waren er al, daar heb je natuurlijk ook wel omzet van. Maar veelal moeten die huizen ook verkocht worden. Dus, en ook dat stagneert natuurlijk. Maar wat naar mijn idee zou moeten gebeuren, zeker op een langere termijn, we zitten als Achterhoek tussen drie kennisgebieden. We moeten investeren in kennis. We zitten tussen Twente, Wageningen en Nijmegen. Ja. We moeten zien dat we als Achterhoek dat we een hoogwaardige technologische industrie krijgen. Hè? Dus, en ook duurzame industrie. En daar moeten we op inzetten. Toch? Ja, maar het kan nog veel meer. Kijk, we moeten arbeidsplaatsen houden in de Achterhoek. En dan heb je ook dan gaat de woningmarkt ook wel mee. Maar als we arbeidsplaatsen hebben, hebben we hier nog geen hbo's. We krijgen geen hbo-opleiding in Doetinchem. Nee, DOC doet er nu wat aan. En hoe krijg je, kijk maar op LinkedIn, hoe krijg je dan die hbo's naar de Achterhoek als je de werkgelegenheid wel hebt? Nou ja, kijk, er kunnen overheden wellicht ook proberen te faciliteren daarin. Maar dan kijk ik naar Johan, maar gemeenten. Ja, en de overheid roept het hardst krimp. En dan zijn er ook nog gemeenten in de Achterhoek die zeggen, jongens, we stoppen met bouwen. We leggen alles plat. Maar kijk de gemeenten die stoppen met projecten, althans, die leggen ze stil. Omdat ze zeggen, we willen niet bouwen voor leegstand. Hè. Ze zijn bang dat er te veel aanbod aan woningen komt, waardoor de waarde zakt. En dat is de reden dat veel gemeenten zeggen, we zetten wel het project in de ijskast. Wat is het probleem als er een rood voor rood gerealiseerd wordt of een nieuw landgoed gebouwd wordt? Wat is daar het probleem mee? Dat is goed voor de aannemer, goed voor de welkoop, voor wie dan ook, voor de hele Achterhoek. Dat wordt nu stilgelegd. Maar verstandige gemeenten doen het ook. In Winterswijk gaan wij met dat soort ontwikkelingen gewoon verder. Dus dat moet gewoon doorgaan. En daarnaast is het zo dat we inderdaad wel in Achterhoeks gezamenlijkheid kijken van wat moeten we met die krimp, want je kan inderdaad niet bouwen voor leegstand. Maar uiteindelijk zou een stukje gezonde concurrentie helemaal niet verkeerd zijn. Nee. En dan is een plan wat goed is, dat wordt wel verkocht. Een plan wat niet verkocht wordt, Hans, ga je het gewoon niet bouwen. Nee, maar dat ga je niet bouwen. Dus in die zin is het ook een self-fulfilling prophecy. Ja. Dat er nu besloten is. Zelfregulerende marktwerking, dat hoef je als bestuurder niet te bedenken. Nee, maar aan de andere kant geef je er wel een signaal mee af. Hè, dat we terug zijn gegaan in de Achterhoek naar 2020 toe van 14.000 woningen naar 5.900 woningen. Dat is 60% minder. En aan de andere kant denk ik van, dat komt heel hard aan. Dat komt ook heel hard aan bij de leden van Bouwend Nederland. Aan de andere kant denk ik van, we hebben wel de lef en de guts in deze regio om dat soort beslissingen toch te nemen. Ja, en dan gaat het niet over die rood voor rood, bij wijze van spreken, want dat is op die 60% maar een heel klein deelte. Maar als ik kijk naar Kerkrade, we liggen ten aanzien van besluitvorming, liggen we in de Achterhoek al voor op de besluitvorming die er in Limburg plaatsvindt. En dan denk ik van,
je had het straks over aan de weg timmeren. Dan denk ja, ik van, dat dragen we dan te weinig uit, bij wijze van spreken. Echt, ja. Vertel dat dan ook. Ja, nou ja, met ja, het avond... ik niet, jij, nee, maar met, Het avondsplan wat we toen we aan het begin van de crisis hebben gedaan, hebben we fors aan de weg getimmerd. Zeker, zo heel iedereen fors. Komen kijken. Dat heb ik gedaan, gezamenlijk met overheid en ondernemers. Dat is toch goed gegaan, er zijn hele goede dingen uit voortgekomen. Ja. We moeten het nu alleen doorbouwen. Ja. En dat moet in die agenda 2020 van de Achterhoek moet dat plaatsvinden. En dan heb ik ook wel iets uit te leggen als er 60% minder nieuwbouwwoningen gebouwd kunnen worden. Maar dan zoek ik weer aansluiting bij de bestaande woningvoorraad die we bij corporaties hebben zitten, om die te verduurzamen. Nee, precies. Nee, maar portefeuille daar aan de overkant. Nee, maar daar zit absoluut zit daar ruimte in, daar zitten mogelijkheden in. Ja. En daarnaast is dit misschien ook wel het moment om nog eens weer aan iedereen duidelijk te maken dat gemeentes geen beleggers in rondgoed moeten zijn. Nee, nee dat zijn ze wel geweest. En dat gemeentes ook geen projectontwikkelaar moeten zijn. Nee, zodat we onze rol weer even heel zuiver moeten zien. En dan moeten zeggen, die grondexploitatie die past bij de ondernemers en niet bij de gemeente. Ja. Ja. Wat ik nog even weten wil, hè? Jij bent ook fiscalist. Die overdrachtsbelasting is voor, dat is bij jou in de wet artikel 15.1a, hè? Die 19%. Oh, dat weet ik goed, nieuwbouw is, nee, jazeker, 19%. Ja. Daar is niks aan gedaan. Gaat ook niks aan gebeuren. Denk kan niet. Ook budgetair helemaal niet. Maar dat betekent wel dat voor starters die een nieuwbouwwoningje willen, met alle respect, hè, daar helpt het dus geen fluit, zie je nog of wat dan even, ja, kijk, wat ik straks zei, de omzetbelasting zal waarschijnlijk iets omhoog gaan. Daartegenover zal de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting iets naar beneden gaan. Dat zijn de plannen voor volgend jaar, maar Johan die weet daar misschien nog meer van dan ik. Wat nog misschien, wat je tegen... Wat je nu vaak ziet, is dat ouders, je mag, ouders mogen kinderen tussen 18 en 35, 50.000 euro schenken als ze onroerend goed kopen. Ze kunnen, ouders die kunnen kinderen helpen door te schenken of door te lenen. Dat zie je steeds vaker. Hè? Dus dat is misschien ook een mogelijkheid voor starters om toch wat te gaan kopen. Ik vind dat jullie daar ook, die regeling is er, hè? Die 50 miljoen, ook geldt ook voor studie trouwens, maar ook voor de aankoop van onroerend goed. Maar dat mag ook wel wat meer uitgedragen worden. Hoeveel kinderen heb jij, Jos? Ik heb 3 kinderen. Oh. Dus, ja, maar goed, die 150 die haalt hij wel. Ja. Jos is inmiddels van mijn leeftijd. Die heeft hij wel bij elkaar gesprokkeld, denk ik. Maar, hoop ik. Goed, dat is best een mogelijkheid voor misschien wat starters om wat te lenen van de ouders. Of naar de ouders wat schenken. En daarnaast voor wat betreft die verlaging van de overdrachtsbelasting. Voor huurders in de vrije sector is het ook misschien een mogelijkheid om eens te gaan kopen. Hè? Bouw het Nederland had opeens wankele muren toen de economische crisis langer bleek te duren. Door de krimp heeft de regio Oost nog meer te stellen. Daarom is hier Hans Siep. Hij gaat ons alles over vertellen. Nou ja, Hans, we waren al druk in discussie, dus we gaan gewoon door. Ja. Maar dan even vanuit het perspectief van Bouwen Nederland. Want dat raakt, je zei het net al, het raakt Bouwen Nederland. Hè? Ook minder woningen bouwen, dat raakt leden van Bouwen Nederland. Toch zijn dat maatregelen die genomen moeten worden. Jij bent van te bedenken. Vorig jaar was je de CEO van het jaar, als ik me goed herinner. 2010. Ja, ook nog. Ja, nou, dat moet toch even gezegd worden. Daar mag je best trots op zijn. Ben ik ook. Ten Brink is een wat groter concern. Werkt ook in Duitsland. Bouwt in Duitsland veel woningen. München, dacht ik onder andere. Is die situatie te vergelijken met Duitsland? Nou, ik maakte straks al de opmerking dat er in Duitsland dus eerdere maatregelen zijn genomen dan wat wij in Nederland hebben gedaan toen de kredietcrisis net de kop opstak. Dus je ziet in Duitsland duidelijk het herstel alweer aankomen. En dat merken we ook. Maar waarom is het zo moeilijk voor ons in Nederland, en zeker voor politiek Den Haag, om eens te kijken over de grens heen naar Denemarken of Duitsland. En dan dit soortgelijke maatregelen gewoon ook te nemen in een wat eerder stadium. Nou ben jij dat is niet zo moeilijk. We zijn met een delegatie naar Zuid-Duitsland geweest, juist om dat te bekijken en te zien wat wij daarvan voor Nederland kunnen leren. En ik denk dat we daar een aantal dingen van hebben meegenomen. Maar was het 2 weken geleden, 2011. Ja. Toch? Nou ja, als je kijkt naar de Achterhoek 2020... Dan zoeken we heel duidelijk ook aansluiting met hetgeen wat niet alleen naar de 3 regio's waar jij het over hebt, Enschede, Nijmegen en Wageningen, maar zoeken we ook heel duidelijk naar de dingen die er over de grens zitten. Want daar kun je heel veel van leren. Daar zijn ze al met de krimpgedachte al veel verder dan dat wij dat hier in de Achterhoek zijn. En dat is een afstand van niks, hè? Nou ja, je hebt hier ook die club, hè? Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, ja, grensoverschrijdend, de bijeenkomsten in Kleef, met Freddy Heinzel, dat soort jongens. Ja, dus ik vind ook dat we dat Dat ligt veel dichterbij dan Den Haag. Ja, wat vind je dan van de prijsverschillen hier aan deze kant en aan de andere kant? Dat is enorm. Het is inderdaad, hier in Nederland is het opgeblazen. Je had het er straks heel nadrukkelijk over.
Als ik kijk naar die markt, of dat nou door de krimp veroorzaakt wordt of door iets anders, ik denk dat die markt niet meer terugkomt zoals die ooit geweest is. Even los van de opmerkingen van ik heb wel vertrouwen in. Het gaat meer geregeld worden. Het gaat meer in balans komen. Het was uit balans. Compleet uit balans. We hebben ook, ik ben van bouwjaar 1950 en ik heb maar één ding meegemaakt. Groei, 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 meer, meer, meer. Toch? Ja. Met z'n allen hebben we dat meegemaakt. Je zei het net nog. Het is nu minder, maar meer dan in 2005. 6 jaar geleden. Ja, precies. En ik denk dat we moeten leren, en dat komt door de vergrijzing en de ontgroening, dat we op een soort stabilisatiepunt komen. En daar moeten we allemaal aan wennen. Daar moeten we budgetair aan wennen als het gaat over de Rijk, als het gaat over de gemeente, als het gaat, dat gaat over een heleboel vlakken. En ja, dat kost ons moeite, want zo zijn we niet opgegroeid, zou ik haast willen zeggen. Maar iets wat in Duitsland gaande is, je ziet dus aan de overkant van de grens dat die prijzen laag zijn, dalen, ook krimpgebied. Maar zie je nou, in het stedelijk gebied in Duitsland gaat het juist omhoog. Ja. Omgeving Düsseldorf is een gigantische. Maar de opbouw van die prijs. Dat zie je in Nederland ook gebeuren. Want in Den Haag rond Amsterdam, Utrecht loopt het ook goed. Maar die opbouw van die prijs in Nederland is compleet andere als in Duitsland. Hè? Als je kijkt naar de grondsituatie. Ja. Onder de woning in Nederland ligt een enorm bedrag vanuit de overheid. Dat is veel harder nog gegroeid dan de stijging van de prijzen waar jij het straks over had. Niet alleen met woningen, zo is ook met auto's zo. Maar dat heeft natuurlijk met die overheidssturing te maken. We zorgen aan de ene kant voor schaarste, omdat we op veel te weinig plekken laten bouwen. Ja. Dus dat is de ene kant. En daarnaast heeft die overheid ook gewoon een groot belang in zo hoog mogelijk grondprijs. Ja. Omdat de gemeente zelf ook die grondexploitatie doet. Dat, en daarom blijf ik maar herhalen dat die grondexploitatie niet door gemeentes, maar beter door bedrijfsleven gedaan kan worden. En we moeten iets ruimer zijn in waar wel en waar niet gebouwd kan worden. Ze moeten nu ook afboeken. Zeker. Ja. En dat gaat over enorme bedragen. Kijk, particuliere ondernemers die in de projectontwikkeling zitten, die moeten heel veel afboeken. Ja. En daar zit nog steeds, voor mijn gevoel, nog steeds een belletje. Laat ik het voorzichtig verwoorden. Nee. Want zo gauw die jaarrekening nog niet op tafel ligt bij die bank, gaat het nog steeds goed met dichtgeknepen billen bij wijze van spreken. Maar weet je, gemeente, op het moment dat dat gesprek met de bank weer plaatsvindt en er gekeken wordt naar grondposities. Wat zijn die nu waard en waar staan ze voor in de boeken? Ja. Nou, dan komt er nog wel het een het ander aan. Nou, laten we eerst maar op vakantie gaan. Nee, weet je wat? We gaan. Dus beter daarna met de bank praten. Of nog beter, eerst even boodschappen doen. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Heren, even kort. Ik wil het hebben over flexibilisering van de arbeidsmarkt naar aanleiding van een onderzoek van de ABU. Maar ik wil eigenlijk van jullie weten, heel kort, wat gebeurt er met die prijzen in de Achterhoek van het onroerend goed? Nou, ik denk dat er nog wel een correctie komt. En alsof een aantal jaren. Kort, Jos. Ook voor een notaris kan dat wel. En over een aantal jaren, want als de hypotheekrente toch nog die aftrek verder aangescherpt wordt, kan er nog een keer een correctie komen, verwacht ik. Ik hoop dat Hans gelijk heeft, een belletje. Maar als ik maar Johan en Jan. Want die, het is toch heel logisch, jongens, als het aanbod stijgt en de vraag is minder, wordt minder. Dan krijg je automatisch een correctie. Ja. We kunnen erop wachten. Precies. Daar hoef je niet je economiestudie voor af te maken, juist, zoals ondergetekende wel gedaan heeft. Afgezien daarvan, we hebben het over de ABU. De ABU is de bond van uitzendondernemingen. Ik zit daar toevallig in het verzekeringspanel namens de AB Oost-organisatie. Die ABU heeft een onderzoek gedaan en constateert dat er een groei is van die uitzendmarkt. Met name in de technische sectoren, een enorme groei. In de industrie 7% groei, techniek 20%, administratie iets. Ik weet niet hoe het in de groene sector zit, maar meer flexibilisering van arbeid. De vraag is eigenlijk, profiteert de bouw daar bijvoorbeeld van? Minder vaste krachten, krachten naar behoefte inhuren. Nou, dat proces in de bouw is natuurlijk al een hele poos geleden op een andere manier ook tot stand gekomen. Door heel veel ZZP'ers. Die zijn er gaan ontstaan in de goede tijden. Want dan was het beter om voor jezelf te werken. Dan vergaten we de pensioenafdrachten bij wijze van spreken. En de arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan leek het alsof je meer als ZZP'er verdiende dan op de loonlijst. Ja.
Maar dat is allemaal in de goede tijden gebeurd. Nu is dat wat lastiger voor die ZZP'ers. Maar daardoor hebben de bedrijven wel een flexibele schil gecreëerd. Precies. Waardoor ze wat flexibeler kunnen omspringen met de omzetvolumes die er wel of niet zijn. Maar dat is uiteindelijk wel slecht voor degene die werkt. Ja, maar kijk, want dat weet Hans natuurlijk ook. De ontwikkelaars, de gemiddelde doorlooptermijn voor het ontwikkelen van een project is 7 jaar. Nou, het kan, je hebt heel veel onzekerheden, dus vaste krachten, die heb je al lang niet meer gehad in dienst. Hè. Dus je, je maakt gebruik van onderaannemers en ZZP'ers en zo. Ja. Maar er komen toch steeds meer ZZP'ers. Ja. En als je het hebt over werkloosheidscijfers, waar de overheid altijd mee komt, die tellen nooit de verscholen en verholen werkloosheid binnen de ZZP-wereld mee. Dat klopt. Maar dus je zult als ondernemer in de bouwnijverheid ook, dat geldt voor elke ondernemer, maar ook in de bouwnijverheid, want daar praten we vandaag over, zul je moeten anticiperen op een compleet andere markt dan dat we dat voor 5 jaar geleden hadden. Als ondernemer? Ja, en dat betekent dat je een hele goede vaste kern moet hebben met hoogwaardige technische mensen. Vandaar dat HVO, hè, waar je het straks al eventjes over had. Dat raakt mij. Dat ook altijd belangrijk voor ons is. En daarna bouw je er een flexibele schil omheen. En dat zie je toch steeds meer bedrijven doen. Want je moet flexibel wezen. Want je kunt die starheid niet meer hebben. Ja. Als je vroeger dus 10 man wilde laten vertrekken omdat je zag dat de omzet daalde, dan was je maanden bezig met de UWV. En ik heb ook regelmatig leden van Bouw het Nederland kopje maar onder zien gaan, omdat het gewoon te lang duurde. Ik zal nu niet gaan beginnen over ontslagrecht en versoepeling daarvan. Maar het is wel zo dat ik het dan vreemd vind dat er nog steeds meer ZZP'ers komen. Vaak ook gedwongen uit. Gedwongen, ontslag. Ja. Maar voor die, daar zit dan de, en daar maakt de overheid zich ook wel terecht druk zorgen over. Daar zit veel onverzekerbaarheid, er zit veel niet. Slechte sociale voorzieningen, geen ouderdagsvoorzieningen. Dan is die arbeidsmarkt wel leuk qua schil en als onderneming wel goed. Maar sociaal-rechtelijk zit daar wel een probleem, denk ik. Nou, ik zie er ook wat positiefs in. Er zijn blijkbaar ook mensen die het ondernemen leuk vinden. Je moet de mensen natuurlijk goed wijzen op de risico's. Maar uiteindelijk worden ze dan als ZZP'er toch ondernemer. Ja. En ze willen blijkbaar klanten tevreden maken. Nou, dat lijkt me uitstekend. Dus ik denk dat het voor de concurrentie de kwetsbaarheid. Ja, maar dat gebeurt vaak vanuit de positie dat ze werkloos zijn geworden of anderszins. Ja. En, maar natuurlijk is dat heel, heel goed dat ze starten als ZZP'er. Maar ik ken er ook verschillende die gestart zijn als ZZP'er en ondertussen 3 man in dienst hebben. Dat gebeurt ook. Zo simpel is het. We hadden hier vorig jaar Linde Gongrijp van FNV zelfstandig aan tafel, samen met Bernard Wientjes. Die is de vertegenwoordigster van, ik geloof, 14.000 leden in die wereld. Dat wou je zeggen? Nee, ik wil alleen maar zeggen dat hele grote bedrijven soms heel klein zijn begonnen. En ergens moet die start liggen. En dat kan heel prima een ZZP-start zijn. Dan denk ik, nou jongens, vooral doen. Goed kijken waar je aan begint. Maar voor de rest alleen maar lof. Oké, ik heb een dilemma. Dat wil zeggen, ik ga je een dilemma voorleggen. Oké. En omdat jij mijn gast sidekick uit Den Haag, jongens, hè, wij Achterhoekers Den Haag, Winterswijk. Politiek of ondernemen? Politiek. Echt? Ja. Politiek. Verdien je daar meer mee? Nee, maar politiek is ook een beetje ondernemen. Want politiek betekent dat je voor mensen iets kan doen. Meer nog dan alleen als ondernemer. Want dan heb je te maken met 1 klant. En, of een heleboel klanten. En in de politiek denk ik dat je voor de hele maatschappij iets kan doen. En dat streven heb ik. En een klein beetje ben je ook ondernemer. Omdat als je op een goede manier politiek wil bedrijven, moet je zelf ook het hoofd boven water houden. Ja, ja, ja. En ook een beetje kunnen lobbyen en praten. Precies. En onderhandelen. Ja. En het is allebei omgaan met mensen. En dat is wat ik het allerliefst doe. Dat hebben we inmiddels begrepen. Jan, een mooi, strak, modern bedrijfspand verkopen. Of een prachtige villa, landelijke villa, waar jullie er veel van hebben. Graag die villa. Toch wel? Ja. Dat is mooi. Ik heb voldoende bedrijfspanden verkocht. Maar jij hebt er ooit eens een mij verkocht. Kijk, ook een hele mooie. Een hele mooie, ja. Maar ik ben toch blijven hangen in dat mooie landelijke onroerend goed. Ja. Hebben jullie veel van, hè? Ja, prachtige landgoederen en mooie villa's. Het buiten onroerend goed, landelijk vastgoed, dat is mijn ding. Ja. Zeker aan deze kant van de IJssel. Of van Hoevelaken, moet ik zeggen. Jos, ja. Achteraf bezien, hè? Notaris, wat je bent, hè? Van die 3-eenheid, van die 4-eenheid, want je zit in de maatschappij. Jullie zijn met 4 maanden? Met z'n 4, ja.
naast dus Niesing. Het moet ook eigenlijk heten Niesing van Wegelkamps en Doppenberg. Ja, het zal wel moeten, maar nou ja, de naam is nu al lang. Dus als je er nog een naam bij aanplakt, dan wordt het wel heel lang. Ik herhaal hem, zodat ze jullie weten te vinden in Doetinchem. Ja. Iets anders. Nou ben je notaris, maar was je toch niet veel liever fiscalist geworden met al jouw kennis? Mijn werkzaamheden zijn hoofdzakelijk van fiscale aard. En dus dat doe ik eigenlijk. Wat mijn, ik adviseer ontwikkelaars op het gebied van omzetbelasting, overdrachtsbelasting. En dus de samenloop daarvan en kijken waar de voordelen gehaald kunnen worden. En soms is dat aanmerkelijk. Maakt hij geen keuze? Nee. Dus, maar daarnaast... Hij zou ook daarnaast... net zo goed voor de VVD in de Kamer kunnen zitten. Nee, dat krijg je ook zo'n antwoord. Nee, de VVD die maakt keuzes. Ja. Gewoon duidelijke keuzes. Duidelijke. Zeker weten. Maar kijk, van twee walletjes. Ja. Kijk, als notaris ben je ambtenaar. Laat ik het anders zeggen. Notaris bij de club van Lennart enzovoorts. Of fiscalist bij PwC of Deloitte. Nou, ik vind notaris een heel mooi beroep. En dat ben ik graag. En dat, hij durft niet. Jawel, zeker. Daarbij zeg ik dat ik kies voor een thuis. Het is een heel mooi beroep. Heel goed, Jos. Hans, woningen bouwen of bedrijfspanden bouwen? Dat is een lastige. Ja, dat hoop ik. Ik bedoel, anders krijg je van die... Toch woningbouw. Ja, toch wel? Maar worden minder woningen gebouwd dan nodig zijn. Ja, zijn maar dat heb je er niet bij verteld. Het gaat om de professie. Het gaat om de professie. En dan zeg ik van, oké. We hebben hele mooie bedrijfspanden gebouwd. Voor Noordlease bijvoorbeeld in Groningen, fantastisch pand. Maar in de woningbouw heb je te maken toch ook weer met die klant. Die meerdere klanten. Waar Johan het over heeft. En het is een veel complexer proces overigens, organisatorisch gezien, een woningbouw. Want je behoort een treintje op te starten. Om 14 woningen of 30 woningen te bouwen, dan behoor je een treintje op te starten. Om te zorgen dat al die disciplines die in de bouwnijverheid van toepassing zijn, echt goed achter elkaar gepland worden. En dat is bij utiliteiten of dat anders, dan trek je hem in één keer zo recht op. Ik vind altijd het mooie voorbeeld de Amsterdam Arena, die ook zo uit de grond kwam. Ja, ja. Dus woningbouw. Oké. Heren, bedankt. Jullie waren een levendig panel aan tafel. Johan, ik hoop dat je nog eens terugkomt. Horen we nog eens wat uit Den Haag. En dat is ook goed, hè? Want ik nogmaals, wij willen aan de weg timmen en daar moet jij aan bijdragen. Bedankt. U op de set bedankt. U thuis bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe opname, aflevering van Goede Zaken. Bedankt voor het kijken en als altijd wens ik u goede zaken. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek.